Pim, je bent al 10 jaar directeur bij Google. Hoe hou je het daaruit? Nou, hoe hou ik het eruit? De eer die ik heb om daar 10 jaar te mogen werken in een... En in alle eerlijkheid, geen dag is hetzelfde als de dag daarvoor. En als er iets leuk is om te doen, is om letterlijk te proberen met technologie dingen beter te maken. Helemaal waar. Hé, nu hebben we dat feestje. Ja, dat is een mooi beleefd antwoord. Hij is er ook heel goed in geworden. Maar jij komt uit deze... Dat is toch zo? Nee, maar dat is toch letterlijk zo? We hebben net Google Home gelanceerd. He, en als ik al 4 jaar, het meest populaire gadget bij ons thuis. Hij heeft de Google Home. Maar ja, goed. Maar we hebben hem dus niet, je had de Engelse versie. En we hebben niet gewoon de Nederlandse versie, de Engelse versie door Google Translate gehaald. Nee, van de grond toe opgebouwd. Hè? Weet je, dat vind ik gaaf. Als je dan nadenkt over hoe dat echt letterlijk de wereld weer gaat veranderen. Ik heb op een ergens gezegd, misschien is dit wel weer de volgende versie van het internet. Het internet waar je tegen praat en het internet dat precies doet wat jij op dat moment nodig hebt. En de voice en de natural language processing, dat is natuurlijk gewoon echt ongelooflijk belangrijk. Ja. En jij komt uit die oude mobiliteitswereld, uit de mobile wereld, hè? T-Mobile kwam je ooit vandaan. Dus dit hele gedoe met Vodafone Ziggo, daar heb je wel iets mee nog. Nou, ik vind het eigenlijk allemaal hetzelfde. Het gaat allemaal over vernieuwing, het gaat allemaal over innovatie, het gaat over snelheid. Het gaat, dit thema van dit feest heet Connections, vind ik heel goed gekozen voor wat zij doen. Ik vind ook heel knap wat hier gebeurt aan, laten we zeggen, de visie om gewoon een bedrijf te maken waar je als klant eigenlijk niet meer met de techniek te maken hebt, maar wat je ermee kan, vind ik erg knap. En jij bent ook een beetje eigenlijk, je zijn enerzijds je concurrentie, want je concurreert om de aandacht en zo. En jullie hebben zelf ook content en red en dat soort zaken. En aan de andere kant werk je samen. Hoe heb je die balans altijd? Of is dat hier in de Benelux helemaal niet zo'n probleem? Nou, ik denk dat de meeste mensen tegenwoordig weten dat het een open wereld is. Waar je uiteindelijk gewoon moet zorgen wie doet het beste voor die klant op dat moment. En dat is een open, open ding. Dus je komt elkaar tegen in zoveel hoedanigheden dat je iedere keer weer kijkt hoe maken we dat aan het werk. Maar ik moet nu mijn trein halen. Ja, je bent hier met de trein gekomen. Ik reis alleen maar met de trein, altijd. Je reist alleen maar met de trein? Alleen maar met de trein. En die zelfrijdende auto van Google, waar ik dus echt al heel verlangend naar uitkijk, dat je die een keertje naar de Benelux brengt. We will see. Maar ik ga nu de trein. Dankjewel. Hoi.